Het is nu tijd om een nieuwe telefoon op te gaan halen. Dat ik vandaag nog pannenkoek zou maken voor de jongens. Ja, als je me toch in de zeik wil nemen. Het beeld is inderdaad wel wat groter. Ik laat mijn camera gewoon bijna kapot. Ja! En welkom bij een nieuwe vlogmas. Het is vandaag nummer 14 alweer. Oh my god, het is echt nog een week of zo. En dan is het gewoon klaar met iedere dag vloggen. Het is echt niet normaal. De jongens zijn al naar school. Ze hebben het pakketje meegenomen dat ik al laat zien van het goede doel en zo. Vandaag staat er op de planning dat ik mijn nieuwe iPhone binnen heb. Yay! Ik ben echt super blij ermee. Ik ga hem dadelijk openmaken, maar ik ga eerst naar de Apple Store. Want ik moet daar nog een hoesje omheen krijgen en nog een screen protector. Want ik weet hoe ik ben. I'm a totally mess. En er gebeurt sowieso weer wat met dat ding. Dus ik ga me nu even snel klaarmaken. Ik ga even mijn haar doen, want dat heb ik echt al een paar dagen niet gedaan. Het is gewoon echt een beetje pluisterig, een beetje gewoon helemaal niks is het eigenlijk. Dus ik ga dat even snel doen. Mijn gezicht even snel wassen, even snel douchen, opfrissen. En you know the drill. Let's do this. Oké, ik ben klaar om te gaan. Ik heb mijn teddy aan. En mijn baggy broekje. Het is nu tijd om een nieuwe telefoon op te gaan halen. Dit is zo spannend. Ik laat mijn camera gewoon bijna kapot. Ik vind het altijd toch wel weer spannend. Als ik dan een nieuwe mag uitzoeken. Yes, dingen. Jennifer Lopez op. Maar heb je het echt zo koud? Ja. Ik heb het niet zo koud hoor. Niet zo koud als jij het denkt. Thuis was het niet zo koud. Er is heel veel wind. En heb ik het koud. Maar we zijn er in ieder geval. We gaan nu naar de Apple Store toe lopen. Ik weet even niet waar we zijn. Maar ja, ik ben altijd de weg kwijt in de stad in Amsterdam. Terwijl ik hier al zo lang woon en ik verdwaal altijd. Oh, die is echt mooi. Heel anders dan die ik nu heb, hè? Ja. Het beeld is inderdaad wel wat groter. Wat je zei. Oké, nu ga ik even lekker naar de Starbucks. Want ik heb zin in een koffie. Een decaf koffie. Dus ik hoop dat ze dit keer decaf hebben. Oh. Ja. Bijna omvergereden door een fietser. En misschien even wat lekkers meenemen. Ik met dat eten van me. Oh my god, ik wil afvallen, maar ik vreet me rot. Oh, lekker dit allemaal. Ik wil dit allemaal wel opeten. We gaan toch even ook een broodje eten. Kijk, vind je mijn glittertje bij me? Zie je dat? Zie je dat? Zie je dat niet? Het is van de J-Lo collectie. Yes! Minno. Oh, en mijn naam is vanaf nu Miriam. Maar ik altijd wel wat anders. Ja, inderdaad. Nee, inderdaad. Nog nooit hebben ze mijn naam goed geschreven. Ja, altijd anders. Ja, soms Marion, Marion, Menon, Manon heb ik ook een keer gehad, Manon. Waar staat mijn naam nou dan? Oh ja, ja. Menon. Hier staat Menon weer hoor. Er staat Menon. Kijk maar. Nee, Marion. Hoe waar zie je de R? Dat is toch een I? Ja, I, oh nee. Yes, dankjewel. Oh ja. Nou, ik wil weten wat jullie zien. Wat zien jullie? Menion, wat ik zei. Menon. Menon. Of wat Nick zei. Merion. Zo. Ga ik hem ook nu opeten. Met aubergine. En paprika. Zit erop, hè? Zo best. Mozzarella. Het is echt lekker. Ik weet wel wat lekker is. Ik vind hem nu beter dan dat we hem toen op Schiphol hadden hoor. Ja? Ja. Toen was hij best wel zout toen op Schiphol, weet je nog? Of toen was het gewoon 6:30 in de ochtend. Ja, dat kan ook, ja. Wat is dit dan? Tapenade. Met die groenten is echt lekker. Ik denk dat we zo'n brandje zelf thuis ook wel kunnen maken hoor. Alleen dat brood is misschien tricky. Jij houdt normaal toch helemaal niet van courgette? Is dat aubergine of courgette? Wat is het nou? Aubergine, sorry. Maar volgens mij ook courgette. Zou jij in een boomboot kunnen wonen? Hier zo?
Ik denk dat iedereen het kan, maar ik denk dat je het leuk vindt. We zijn nog in het Centerpark. Ja. We hadden ook een boomboot. Dat ik iedere keer het gevoel alsof we dit deden. Alsof we echt op een boot. Had je dat ook? Ik vind het zo geen fijn gevoel. Ik word helemaal misselijk van. Helemaal raar. Ja? Oh, meid. Ja. Meid toch. Maar heb je datzelfde effect nou ook op een boomboot? Hobbelt die ook heen en weer. Maar toch zijn die kringen wel duur hier, hè? Als het vloed is op de grachten, dan gaan ze wel zo heen en weer. Er is geen vloed op de grachten, jammer. Zo dom ben ik niet. Wat veroorzaakt eb en vloed? Ja, zul je me toch in de zeik wel nemen. Wat bedoel je? Waardoor is eb en vloed? Wat activeert dat? Volgens mij dag en nacht de maan. Ja, de maan, ja. 10 punten, je gaat door voor de wasmachine. Oh, mijn telefoon. Ik heb al een wasmachine. Normaal een nieuwe droger. Oh, je gaat door voor de droger. Heel lekker. Ik weet wel wat lekker is. Ja, dat weet ik, want jij dat weet. En ik denk dat meestal ook lekker vind. Nee, maar dat was vol. Maar staat vol. Wat is vol? Die Starbucks was vol. Hier had je Manon. Dat zei ik toch? Het was Manon. Oh nee. Oh, ook een i'tje. Maar ik zei dat ik Manon heette. En wat zei jij? Merion. Merion. Wie heeft er gelijk? Ik of Nick hier? Ik. Ik heb altijd gelijk. Maar je wil voor mij? Of je niet meer? Nee, het is ook vol. Oh my god, nu al? Ja, dat brood is hartstikke machtig, man. Ach. Mag ik een slokje van jou? Wie van jou veel meer courgette? Mm-hmm. En aubergine. Wat zei jij, aubergine? Het is echt courgette. Er zit ook aubergine in. Mijn klinker kopen. Mm. Ik moest een boer laten. Maar die hield ik binnensmonds. Zie je dat echt niet, die nieuwe highlighter van mij? Hier zo? Kijk, zie het nu wel? Een beetje. Of zeg je gewoon ja? Ja. Dus je zegt gewoon ja? Ja. Dus je ziet het niet? Ja, wel een beetje. Heel klein beetje? Ja. Het moest echt heel zwaar gepigmenteerd zijn. Ja. Je hebt mijn highlighter ook. Zie je dan? Ja, ik zie het, ja. Zo, so, I am at home. Ik is even de iPhones aan het doen. Ik kan dat nooit zo goed en hij is er veel beter in dan ik. Dus hij doet dat meestal voor ons alle twee. In de tussentijd heb ik mijn vlog helemaal nog afgemaakt. Want ik had hem wel afgelopen, maar ik moest nog allemaal dingen, teksten bijschrijven en alles. Het is al bijna 2 uur, dus ik moet zo de jongens alweer ophalen. Morgen? Wacht even. Morgen is het echt super spannend, want dan heb ik mijn intake voor mijn oogjes. Dat ze zo gaan staan in plaats van zo. Zie je het verschil? Ik dus wel, hè. Tikjes net. En ik denk dat ik daarna ook nog even lekker met mijn moeder wat ga eten daar in de stad. En even een hele dag voor mijzelf. Zonder man en zonder kinderen. Gewoon even helemaal niks. Lekker. Dat betekent wel dat ik vanavond de vlog van vandaag in elkaar moet zetten. Maar ja, dat heb ik er helemaal voor over. Love it wanneer ik bijna klaar ben. Anyhow. Oh, the weather outside is frightful. But the vine is so delightful. Oké, ik zit dus net te bedenken. Ik had dus wel heel leuk een wit truitje aangedaan. Maar ik was net in de winkel en toen zag ik dat je echt fucking goed er doorheen kon kijken. Ik dacht dat het nogal medium light was, maar het was gewoon echt gruwelijk erg. Dus kijk, dit kan toch eigenlijk niet. Oh, ik kan niet wachten tot mijn iPhone klaar is. Heel beter is. En I love camera's. Dus ik ben echt super benieuwd wat voor foto's die maakt. En hoe die dan eruit komen te zien. En hoe mijn telefoon eruit ziet. En wat ik dan allemaal meer kan. En al dat soort dingen. Ik had echt al heel lang geen nieuwe telefoon meer gekocht. When the snowbells are ringing, but only singing the year. Ik ben dus nu even de vaatwas gaan doen. En ik kwam er dus net achter dat ik vandaag nog pannenkoek zou maken voor de jongens. Want dat had ik hele beloofd. Vaatwasser leegmaken. Even serieus. Je wil niet weten hoeveel was ik heb. Ik zei toch in mijn vorige vlog dat ik zou gaan vouwen. Dat heb ik dus niet gedaan. En ik had gewoon te druk. En nu keek ik boven. En er is er nog meer was bijgekomen. Dus nu komt mijn stapel tot aan mijn spiegels wat. Ik ben nu onderweg Memphis ophalen en een lesje. En dan gaan we zo lekker samen pannenkoekjes bakken. Het is echt niet koud vandaag. Ik heb het gewoon echt super warm. En ik heb niet eens... Kijk. Echt een dikke trui aan of zo. Ik heb het gewoon echt bloedje heet. Maar misschien omdat ik net het huis heb schoongemaakt. Dit is het receptje. Prikken. Dat is lekker. Vind jij ze lekker? Heerlijk. Top. Zo, ik heb eindelijk... Ja, mooi schat. Ik heb eindelijk de tijd om heel eventjes te zitten. En ik heb meteen echt een huge mok met... Nee, we gaat gewoon doorheen. Nee, dit is heet. Allemaal drinken. Ja.
goed gaat. Dus ik ben al de hele dag aan heen en weer aan het gaan. Nick is nog steeds bezig met mijn iPhone. Dan! Laat maar zien. Memphis heeft PJ Masks nagetekend. Kijk, dit is zijn tekening. En dit is PJ Masks. Kijk eens, wat lijken ze op elkaar, hè? Wat lijken ze op elkaar? Goed gedaan, hoor. Oké, ik heb eindelijk mijn nieuwe iPhone. Hij is helemaal af, hij is helemaal klaar. Zo ziet hij eruit. En dit is zeg maar de achterkant. Ik heb voor een wit hoesje gekozen. Ik vind wit gewoon mooi. Ik zal even mijn iPhone ding hier linken, dat jullie mee kunnen kijken. Kijk, nu staat hij aan. En ik wilde graag de camera testen, dus laten we dat als eerst gaan doen. Oké, dit is hem. Ik draai hem even naar mij toe. En dan wil ik hem even op korte foto. Nou ja, is oké. Dit is wel grappig, natuurlijk. Je kan dus verschillende lichten kiezen. Contourlicht. Wat is dat voor rare? Ik zie niet echt verschil. Het lijkt wel alsof ik daar donkerder ben of zo. Oh, dit is raar. Toneellicht. Ik ben helemaal donker om mij heen. Dat is grappig. Dit vind ik wel grappig. Alleen ik weet niet wanneer ik zo'n foto ga maken, maar hij is wel grappig. Toneellicht, maar dan is hij zwart-wit. Ook grappig. Ga ik even een foto maken om te kijken. Een foto? Ja, kom. Gaan we samen op de foto? Gaan we even kijken hoe die wordt dan. Kusjes in de lucht. Ja, dat is hem. Oké, even kijken. Hij is nog wel steeds een beetje gelig. Dan pakken we deze die we net hebben gemaakt samen. En dan gaan we die bewerken. Nee, geen buurman en buurman. We gaan zo eten. Oké, ik ga hem eerst even wat witter maken, want ik vind hem heel geel. Als ik hem heel erg wit krijg. Zo, maar ik weer beter krijg ik hem nu even niet. Hier kun je hem ook zien, zo. Wat doet hij? Doet hij zo gek? Oké, en nu doe ik wat ik altijd doe. Maar deze foto gaat helemaal niet mooi worden. Maar ja, I don't care. Nou oké, dit is wel prima zo. Hoe ga ik zo mijn iPhone laten zien, Memphis? Ja, Moet je zien. Kijk op mijn Instagram, kijk hoe dat eruit ziet. Met mijn twee voeten hiernaast. Deze had ik vanmiddag gemaakt toen ik in de stad was. Of toen ik onderweg mijn iPhone ging ophalen. Het scherm is echt super, 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 super goed. Het is echt veel beter. Moet je voor deze? Ja, dat is van jou en mij, hè? Oké, en nu... Ja, je moet iedere keer omhoog swipen als je dus iets weg wil hebben. Kijk, als ik dit doe... Oh nee, wacht. Als ik dit doe, dan gaat hij dus op slot. En als ik dit doe, gaat hij open. En als ik aan de zijkant doe, dan krijg ik mijn scherm dus. Ja, dat was het eigenlijk een beetje, jongens. Ik weet niet wat ik nog meer moet laten zien. Mijn foto's zien er goed uit. Love it. Dat was alweer het einde van mijn video. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Doe je door daar te klikken. Vergeet het notificatiebelletje niet mee te nemen, zodat je op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video upload. Ik upload iedere dag tot en met kerst. Slaap lekker, schatjes. Ik hou van jullie. En morgen is echt een super spannende dag. Doei doeg, slaap lekker.